Kan je iets vertellen hoe dat allemaal is gegaan en wat er allemaal is gebeurd in Tokio en daarna? Ja, in Tokio is er natuurlijk veel gebeurd. Zoals jullie weten, ik heb corona daarop gelopen. Even los van waar het is gebeurd. Daar heb ik 10 dagen in quarantaine gezeten en na die 10 dagen mocht ik naar huis. En dat was best wel fijn. Ik mocht de gevangenis uit. En daarna begon een langdurig traject om te herstellen. Ja, iets waar je al die tijd voor ingezet hebt, waar je jarenlang voor getraind hebt, waar je van zware blessures teruggekomen bent en dan alsnog niet mogen starten. Ja, wat heeft dat met jou gedaan? Ja, dat is natuurlijk zeer zuur dat het op dat moment gebeurde. Ik heb coronaproof geleefd eigenlijk het hele jaar door. En zelfs een paar weken voor het toernooi ben ik ook in quarantaine geweest. Dus 2 weken voor vertrek zat ik op Papendal intern. Dat mocht allemaal niet. Dat is eigenlijk allemaal voor niks geweest. En mijn droom is aan diegelen. Ik mocht niet starten op de Olympische Spelen. Ik werd uitgeschreven. Er staan eigenlijk geen data meer online dat ik heb deelgenomen. Ik heb toch wel een deelnemerscertificaat gekregen. Dat dan wel. Het is natuurlijk. Het blijft een open wond. Ga je toch nog weer verder? Ga je of iets heel anders doen? Wat wordt jouw toekomst? Op dit moment zit ik nog volop in het traject om te herstellen. Dat betekent dat je mentaal en fysiek weer de gezonde weg inslaat. Daarnaast heb ik een baantje aangenomen bij het sportbedrijf Almelo voor 16 uur. En daar wil ik heel graag wat meer tijd in investeren. En mijn school, mijn opleiding moet ook nog af. Dus dat kost in ieder geval genoeg tijd en energie. En daarnaast is het gewoon zorgen dat ik weer fit word. Een besluit over mijn topsportcarrière heb ik op dit moment nog niet gemaakt. Het is belangrijk om eerst gewoon weer fit te zijn. Fit lichamelijk en ook fit geestelijk. En daarna komt het besluit vanzelf wel. Maar taekwondoka, even helemaal terug. Waarom heb jij voor die sport gekozen? Nou, ik ben als klein kind ging ik mee. Mijn vader had een eigen sportschool en mijn moeder deed het ook. Dus ik ben er eigenlijk een beetje zo ingerold. En eigenlijk deed iedereen in ons gezin taekwondo. En al snel bleek dat ik talent had en ik het heel leuk vond om te vechten. En misschien als coach, misschien wel van de Nederlandse selectie? Wat kunnen we verwachten? Van de Nederlandse selectie weet ik niet. Ik zit bij een Zweedse club, daar ben ik wel als coach aanwezig. Ja, het is natuurlijk hartstikke fijn om je ervaring te delen met jonge atleten die daar zeer veel profijt van kunnen hebben. Resmi, succes met alles wat je verder nog doet en bedankt voor dit interview.